Ik ben Andrea Roosma en ik ben senior onderzoeker bij Transo. Ik werk hier al 7 jaar en hiervoor heb ik sociale psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Het genomineerde onderzoeksproject is Op school steek niks op. En daar bedoel ik dan sigaretten mee, want mijn onderzoeksproject ging over rookvrije schoolterrein in het voortgezet onderwijs. De wetenschappelijke impact is dat ik gebruik heb gemaakt van een innovatief mixed method design. Waarbij ik een grootschalige quasi-experimentele studie heb gedaan onder ongeveer 8000 leerlingen met 3 tijdsmetingen. En daarnaast heb ik ook 3 grote kwalitatieve studies gedaan, waaronder het relevante stakeholders. We hebben bijvoorbeeld schooldirecties geïnterviewd, conciërges, maar ook bijvoorbeeld de docenten en de ouders en de leerlingen zelf. Wat daarnaast ook innovatief is, dat we niet alleen de traditionele sigaret hebben meegenomen, maar ook alternatieve tabaksproducten. Een hele belangrijke uitkomst is dat het gebruik van de alternatieve tabaksproducten door jongeren als opstap kan dienen voor het gebruik van de traditionele sigaret. Dus ik ben dan ook heel blij dat vanaf 1 juli de tabakswet is aangepast en dat overal waar een rookverbod geldt, dat nu ook geldt voor de elektronische sigaret. De maatschappelijke impact van het project is dat ik gedurende het project met heel veel partijen contact heb onderhouden. En daarnaast heb ik ook heel veel tijd besteed aan het verspreiden van de kennis van mijn proefschrift. Dus dat heb ik gedaan door middel van een symposium, maar ook bijvoorbeeld het schrijven van 2 nationale publicaties. Ik heb een factsheet geschreven met 13 tips die scholen kunnen gebruiken om ermee in de slag te gaan, om het goed te implementeren. En die is ook gepubliceerd op de nationale website www.rookvrijeschoolterrein.nl. En daarnaast is de interventie ook opgenomen in de nationale database van het RIVM, Loket Gezond Leven. Dus het is nu ook een erkende interventie. Verder heeft het onderwerp ook heel veel media-aandacht gekregen. Ben ik ook vaak geconsulteerd om advies te geven over hoe je zo'n rookbeleid nou kunt invoeren. Bijvoorbeeld ook bij onze eigen rookvrije campus. En tot slot, en ik denk dat dat wel de hoogst haalbare maatschappelijke impact die een wetenschapper kan hebben, en dat is dat vanaf 1 augustus wetgeving van kracht is gegaan voor rookvrije schoolterreinen. En deze wetgeving is gebaseerd op de resultaten van mijn proefschrift. Er zijn 2 andere nog belangrijke conclusies uit mijn onderzoek. En de eerste is dat impact van een rookbeleid af lijkt te hangen van hoe het is ingevoerd. En er zijn eigenlijk 3 belangrijke randvoorwaarden. En de eerste is geen gedoogsituaties. De tweede is strikte handhaving, zeker in het begin. En de derde is niet roken versterken als de sociale norm. En de andere 2e belangrijke conclusie is, en dat is ook een hele positieve, dat als het beleid er eenmaal is, dat het dan al heel gauw als een normale zaak wordt gevonden. Dus net zo normaal als dat wij dat nu in vliegtuigen vinden, zo wordt dat ook al op de scholen gevonden die het al hebben ingevoerd. Ja, ik vind het echt geweldig om genomineerd te zijn. Ik vind het een enorme eer en waardering voor al het werk wat je hebt gedaan. Want ik heb ook wel heel veel tijd en energie natuurlijk gestopt in zowel het wetenschappelijke werk, maar ook dus echt het maatschappelijke gedeelte. Dus ik vind het een enorme eer. Ja.